Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. We gaan weer verder met de serie over soorten bindingen. En vandaag gaan we het hebben over waterstofbruggen. Maar dat is een wat uitgebreider onderwerp, dus dat gaan we in twee filmpjes doen. Dus waterstofbruggen deel 1. Zoals bij alle bindingen moeten we ons eerst afvragen, bij welke soorten stoffen komen waterstofbruggen voor? Nou, waterstofbruggen komen voor bij moleculaire stoffen. En in een eerdere aflevering heb je dit rijtje al eens gezien met de alkanen en bijbehorende kookpunten. En toen viel ons iets op. Wij zeiden van, hé, als de stof groter wordt, dan wordt het kookpunt hoger. En toen hebben we het gehad over Van der Waals-bindingen. En toen hebben we gezegd, hoe groter het molecuul, hoe sterker de Van der Waals-binding. En dus hoe hoger het kookpunt. Hè, hoe meer moeite je moet doen om die moleculen van elkaar af te krijgen. Maar als je dan even door gaat denken en je gaat kijken naar water, dan denk je, hé, water, dat is toch een klein molecuul, 3 atomen. Het is nog kleiner dan methaan. En toch heeft het een kookpunt dat heel erg hoog is. Hè? Het zit in de regio van deze grote moleculen. Dus dat is opvallend. Hoe komt het nu dat water zo'n hoog kookpunt heeft? Dat betekent dat er iets met de bindingen aan de hand is. En daar gaan we het vandaag over hebben. Zoals je weet vindt er in het molecuul hier tussen de atomen zit een binding. En dat noemen we de atoombinding. Maar bij water is daar iets speciaals mee aan de hand. In je bina's kun je een gegeven vinden en dat is elektronegativiteit. En elektronegativiteit, dat is de mate waarin een atoom aan het gemeenschappelijke elektronenpaar trekt. En wij weten dat hier elektronen om beide kernen heen bewegen in een gezamenlijke elektronenwolk. En dan krijg je een gemeenschappelijk elektronenpaar. Hier zitten dus 2 elektronen. Maar als je de elektronegativiteit opzoekt van waterstof en zuurstof, dan zie je dat zuurstof een veel hogere elektronegativiteit heeft dan waterstof. En als dat verschil heel groot is, dan gaat er iets speciaals gebeuren. Elektronegativiteit is de mate waarin het atoom die elektronen naar zich toe trekt. In het geval van waterstof en zuurstof trekt zuurstof die elektronen van die binding dus meer naar zich toe. Ik ga het met mijn laserpointer proberen aan te geven. Die elektronen zijn dus vaker hier dan dat ze een keer bij waterstof zijn. Dus dat betekent dat die elektronen van die binding meer bij zuurstof zitten. Nou, elektronen, dat weet je, die zijn min. En dat betekent dus dat de zuurstofkant van dit atoom die elektronen meer bij zich heeft en dus dat die kant wat negatief wordt. En waterstof is zijn elektron wat hij gegeven heeft voor die binding, is hij een beetje kwijt. Die zit wat meer bij zuurstof. Dus dat betekent dat waterstof een beetje plus wordt. En dat geven we aan met een Griekse letter delta. Waterstof wordt een beetje plus en zuurstof wordt delta min. Dat gebeurt overigens 2 keer, want hier zit natuurlijk dezelfde binding. Dus ook van deze 2 elektronen zitten die elektronen vaker bij zuurstof dan bij waterstof. Dus dat betekent dat ook hier de waterstofkant delta plus wordt en de zuurstofkant een beetje min. En zo'n binding waarbij de elektronen verschoven zijn naar 1 kant noemen we een polaire atoombinding. En dus de elektronen zitten meer aan 1 kant. Nou, dit is misschien wel iets dat je even in je schrift moet schrijven. Dus zo'n polaire atoombinding is een atoombinding met een positieve, met een delta plus en een delta min kant. Goed, polaire atoombinding dus. Maar goed, dan kun je je nog afvragen, wat heeft het dan met het hoge kookpunt te maken? Want kookpunt was niet bindingen in moleculen, maar kwam van bindingen tussen moleculen. En we hebben het nu gehad over een binding in een molecuul. Nou, gaan we even wat verder kijken. Hier heb ik wederom een watermolecuul, alleen we hebben er een paar meer. Dus ik ga wat meer van die watermoleculen hier neerzetten. En als we nu bedenken dat
die moleculen een positieve en een negatieve kant hebben. Hè? Dus die zuurstofkant is wat min en die waterstofkant is wat plus. Ja, maar wacht even, dat weet je waarschijnlijk wel van natuurkunde. Plus en minnen, die trekken elkaar aan. Dat betekent dat hier een extra aantrekkingskracht ontstaat tussen die moleculen. Dus we hebben natuurlijk de Van der Waals-binding, maar ja, die Van der Waals-binding die is niet zo heel erg sterk, want het is maar een molecuul dat uit 3 atomen bestaat. Maar deze extra binding zorgt ervoor dat die moleculen sterker naar elkaar toe getrokken worden. En dat betekent natuurlijk iets voor het kookpunt. Dit is de reden waarom water een hoog kookpunt heeft. Deze binding hier, die extra aantrekkingskracht tussen moleculen, die noemen wij een waterstof. Dat is niet zo netjes. Even opnieuw. Een waterstofbrug. Zo heet dit. Deze binding. Dus een waterstofbrug is een binding die je vindt tussen die watermoleculen. En daarvoor heb je nodig een O die gebonden zit aan een H. Want daarvan hadden we gezien dat die elektronegativiteit heel groot is. Het verschil in elektronegativiteit heel groot is. Dus we hebben altijd nodig een O die vastzit aan een H. Altijd, nou, ik ga zo meteen nog een andere stof laten zien waar ook waterstofbruggen voorkomen. Maar schrijf dit al maar vast in je schrift. Een binding tussen een OH-groep en of, dat is dus de volgende die ik ga behandelen, een NH-groep. Dus je hebt een OH-groep nodig. Dus dit moet je in je schrift schrijven. Misschien even een tekeningetje erbij van deze watermoleculen met die waterstofbrug aangegeven. Dit moet je echt even een aantekening van maken. Dus zet je filmpje even op pauze en noteer even deze tekening, waterstofbrug erbij. En hier wat van deze polaire atoombinding en waterstofbrug, dat je dat even noteert in je schrift. Gaan we zo verder met NH4, of NH-groepen. Goed, ik hoop dat je, je hebt het filmpje weer op play gedrukt, dus we hebben die aantekening in ons schrift. En dan gaan we even kijken naar ammoniak, NH3. NH3 heeft ook een vrij hoog kookpunt voor het molecuul dat het is. Niet zo hoog als bij water. NH3 bestaat uit 4 atomen, heeft best wel een hoog kookpunt. Min 33, ja, het is nog steeds dik onder 0, maar als je kijkt naar ons rijtje alkanen, dan is dat best hoog. Nou, het zal je niet verwonderen dat ook dit te maken heeft met waterstofbruggen. Maar om dat te kunnen uitleggen, moeten we dus weer kijken waar die waterstofbruggen ook alweer vandaan kwamen. Dat had te maken met een polaire atoombinding. En dat had weer te maken met elektronegativiteit. Dus moeten we even opzoeken wat de elektronegativiteit is van stikstof. In tabel 40a vind je de elektronegativiteit van stikstof is 3,0. Dus ook hier is het verschil in elektronegativiteit best groot. Niet zo groot als bij zuurstof en waterstof, maar het verschil is er daadwerkelijk. Dus we hebben hier stikstof, die wordt wat negatief, want die trekt die elektronen uit die binding naar zich toe. Dus die zitten vaak hier. En dat betekent dat het waterstofatoom delta plus wordt. Nou, gebeurt dat hier zelfs 3 keer. Dus dat stikstofatoom is behoorlijk negatief. 3 keer een beetje min, 3 keer delta min. Goed, dat betekent dat er ook tussen deze moleculen extra aantrekkingskrachten ontstaan door die delta plussen en delta minnen. Eens even kijken, waar moeten we ze dan tekenen? Nou, dit stikstofatoom is dus delta min. Dus hier komt een extra aantrekkingskracht. En hier ook. En hier ook. En hier ook. Let op dat ik steeds een minkant met een pluskant verbind. Dus dat je niet een waterstof met een waterstof verbindt. Want dat is natuurlijk fout. En dus het is steeds een delta plus met een delta min. Pluskant met een minkant. En dan zien we dat ook hier van die waterstofbruggen ontstaan. Dus ook hier hebben we, je kunt het soms afkorten tot H-brug, waterstofbrug. Dus ook hier hebben we H-bruggen. En dan zie je dat we daarvoor een N,
Een N met een H gebruiken, dus een NH-groep. Dus, ik had het net al even opgeschreven, een waterstofbrug, dat is een binding tussen een OH en een andere OH-groep, of een NH met een andere NH-groep. En het zal je misschien niks verbazen dat deze ammoniak dat ook kan met een watermolecuul. Je zou hier ook een watermolecuul naast kunnen zetten, dan krijg je ook die extra aantrekkingskracht. Dus een binding tussen een OH en of een NH-groep. Goed, tot slot gaan we nog even kijken naar micro- en macro-denken. Wordt vaak gevraagd op examens dat je moet kunnen verklaren wat je op macroniveau ziet. Dus stofeigenschappen moet je kunnen verklaren op wat er op het allerkleinste gebeurt. Nou, je moet dus bijvoorbeeld kunnen verklaren op microniveau waarom water bij kamertemperatuur een vloeistof is. Nou, en wij kunnen dat nu verklaren omdat wij weten dat water OH-groepen heeft. Dus watermoleculen bevatten OH-groepen. En daartussen, die OH-groepen, bevinden zich die waterstofbruggen. Dus, en die waterstofbruggen die zorgen voor extra aantrekkingskracht. Dus de waterstofbrug die geeft het hoge kookpunt van water. En die waterstofbrug is dus redelijk sterk. Goed, dus op microniveau, op de schaal van atomen en moleculen, kun je verklaren wat er op macroniveau aan de hand is. Goed, tot zover de eerste aflevering over waterstofbruggen. Er komt nog een tweede aflevering, maar tot zover. Bedankt voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.